Het Katarina Ziekenhuis draait op woensdag 10 juli zondagsdiensten. uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen. Het Eindhovense Ziekenhuis sluit daarmee aan bij een landelijke actie van ziekenhuispersoneel. personeel wil een salarisverhoging van 5 procent. maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil daar niet aan. Volgens de vakbonden is een loonsverhoging nodig om het werk in ziekenhuizen aantrekkelijk te houden. Vacatures worden nu al moeilijk ingevuld, zeggen ze, en dat zorgt ervoor dat overuren nu eerder regel dan uitzondering zijn. Welke afdelingen van het Katarina ziekenhuis de zondagsdiensten draaien op 10 juli, dat is nog niet bekend.